Echt, daar kan ik een boek over schrijven. Ga ik stoppen met vloggen? Breek me de bek niet om. Wij hebben zeker trouwplannen. Maar weet je hoe duur trouwen is? Maar onze hele woning wordt verbouwd. Mensen met zware psychische problemen. Maar op mijn 26e leidinggevende was er nog meer gezelligheid en nog minder schooltijd. Had ik zelf niet eens een tv, omdat ik alleen maar YouTube keek. Last van de moedermafia. Komt er een derde kindje? Toen waren we echt heel erg verliefd. Goedemorgen, middag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij een nieuwe video. Een lang verwachte, maar hele belangrijke, en ik ben zo blij dat ik hem nu op kan nemen, een Q&A waarin ik jullie hele belangrijke live updates ga geven. Ze is blij hoor, de meid. Ze is blij. Maar ik vind de Q&A altijd vrij statisch om na te kijken. Iemand die dan voor zo'n camera zit te kletsen. Dus ik dacht, laten we tegelijkertijd samen de was opvouwen. Ik heb natuurlijk een vraagsticker gedropt op YouTube. En daar hebben jullie hele leuke vragen gesteld. Dus ik dacht, ik begin met de vraag van Rut. Rut vroeg, lukt het jou om alle ballen hoog te houden? Ja Rut, sorry, ik zocht even een bruggetje naar mijn eerste belangrijke mededeling en ik gebruik daar jouw vraag voor. Ja, het lukt mij om alle ballen hoog te houden, maar vraag niet hoe. De afgelopen 2 jaar heb ik letterlijk 50 tot 70 uur in de week gewerkt om alles te realiseren. Zoals jullie weten ben ik veel alleen met de kinderen, zit mijn man veel in het buitenland. Daarnaast werk ik 3 dagen voor een werkgever en maak ik video's. En het maken van die video's betekent dat je op je vrije dagen aan het filmen bent. En dat filmen dat is 1, maar dat editen dat is 2. Dat kost zo ontzettend veel tijd. Een YouTube video kost gemiddeld 3 avonden om te editen. Ik moet zeggen, ik ben wat sneller geworden, dus ik kan het inmiddels in 2, maar... het kost veel tijd. Jullie zien mij in mijn vlogs natuurlijk altijd rennen en vliegen. En dat is ook wel vaak wat ik terugkrijg. Dat mensen niet snappen wat ik allemaal in 24 uur kan proppen. Nou, heel eerlijk. Ik snap het zelf soms ook niet helemaal. Wat er ongeveer het tweede weekend toen Stef weg was van dit huidige crossseizoen. Ertoe heeft geleid dat ik enorm in tranen was. Enorm overprikkeld. En echt dacht, oké, dit kan niet langer zo. En toen kwam ik voor een keuze te staan. En die keuze was, ga ik stoppen met vloggen of ga ik stoppen met werken? Want dit is niet langer gezond voor mij, mijn gezin, voor alles niet. En ik kan jullie vertellen dat ik heb besloten om te gaan stoppen met werken. En dus niet gaan stoppen met vloggen. Sterker nog, ik heb straks 3 dagen in de week beschikbaar om me volledig te focussen op deze video's. En dit is altijd een droom van mij geweest. Ik kan echt zeggen dat ik... keihard gewerkt heb om op dit punt te komen. Dus ja, jullie gaan veel meer video's krijgen. Er komt meer content, er komen meer YouTube-video's. De weekvlog blijft bestaan, maar daarnaast wil ik ook gaan werken met dedicated video's. Zoals een shop met mij, koop met mij, bak met mij, dat soort dingen. Dus stay tuned. Jullie zien deze video op woensdag en ik heb komende vrijdag mijn laatste werkdag. Wat betekent dat ik volgende week helemaal niks ga doen. Vanaf volgende week of ergens in juni ga ik beginnen met vaker uploaden in de week. Jullie gaan het zien. Maar hoe exciting jongens. Ik word hier echt heel erg blij van. En er kwam een vraag binnen van Hello Yours. Ik weet dat het niet je naam is, maar ik zie je comments wel vaak voorbij komen. Ik weet dat je een vaste kijker bent. En die is geïnteresseerd in mijn loopbaan. Dus ik dacht, aangezien we het nu toch over werk hebben, laten we doorgaan naar mijn loopbaan. En met loopbaan pak ik school ook gelijk even mee. Ik ben begonnen in de brugklas op het HAVO-VWO. Toen ben ik doorgestroomd naar het VWO. Alleen was ik kaliber lang levende lol. Wat natuurlijk niet zo heel erg handig is als je VWO doet. Of nou ja, in mijn geval. Ik moest daar wel echt mijn best voor doen om dat te kunnen halen. Dus ik ben toen afgezakt naar de HAVO en dat kon ik met 2 vingers in de neus. Dus toen was er nog meer gezelligheid en nog minder schooltijd. Dat heb ik afgemaakt. Toen ben ik doorgegaan naar het HBO. En toen heb ik middels een studiekeuzetest gekozen voor de studierichting sociaal-pedagogische hulpverlening. En op mijn 19e ben ik toen vanuit de stage aan de slag gegaan. Op een woonvorm. Een woonvorm voor mensen met zware psychische problemen, maar ook moeders met een kindje die bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling hadden. We hadden ook uit huis geplaatste kindjes die daar echt alleen woonden. Mensenhandelsslachtoffers, vrouwen uit gedwongen prostitutie, een hele brede doelgroep. Maar ik was dus 19. Nou, toen heb ik me toch een partij meegemaakt, jongens.
echt, daar kan ik een boek over schrijven. Maar goed, die toko ging failliet en toen ben ik in het ambulante werk terechtgekomen. Eerst als begeleider, dus dan kwam je bij mensen thuis die problemen hadden op allerlei vlakken. Dit was vanuit de WMO, vanuit de gemeente gefinancierd. Dus niet hele extreme doelgroep, echt een stuk minder heftig dan bijvoorbeeld op die woonvorm wat ik daarvoor deed. Maar alsnog wel problemen. Begonnen als begeleider, toen ben ik zorgcoördinator geworden en uiteindelijk op mijn 26e leidinggevende geworden daar. Ik ben altijd ambitieus, ik wil altijd het hoogst haalbare, het beste, perfectionistisch. Dus ook daarin ben ik die ladder opgeklommen. Nu terugkijkend, hele knappe prestatie, maar ja, eigenlijk heb ik altijd getwijfeld over mijn studierichting, omdat ik was heel goed in wat ik deed. Ik was echt heel goed in het helpen van mensen, zeg maar. Ik kan heel makkelijk aansluiting vinden bij mensen, heel empathisch in dat opzicht. Maar ik vond de mentale ballast echt best wel heel erg zwaar in dat werk. En dat heeft zich geuit toen ik van Nout ben bevallen. Nout was een hellbaby. Ja, eigenlijk had ik dus de jaren daarvoor al constant lopen opbouwen in een niet leuke baan. En nou, gewoon heel veel stressoren, zeg maar. In combinatie met een hellbaby, in combinatie met hormonen, heeft dat geleid tot een postnatale depressie. Daar was ik heel snel bij. Mijn moeder herkende het heel snel, dus we konden dat ook heel snel behandelen. En daardoor was ik er ook heel snel bovenop. Maar dat heeft me ook doen besluiten om een YouTube-kanaal te openen en te gaan delen over mijn postnatale depressie. Omdat ik in die depressie heel erg een taboe daarop voelde. En toen dacht ik, oké, dit wil ik doorbreken. Ik zit echt op mijn lowest point in life. En hoezo snappen mensen dit niet? Ik wil mensen voorzien van informatie. Dus zo is mijn YouTube-kanaal ontstaan. Die video's staan niet meer online. Die video's, ja, dat ligt achter me. Ik weet niet. Ik voel me daar gewoon niet oké bij dat die video's nog online staan. Dus die heb ik offline gehaald. En daarnaast heb ik toen ook besloten om mijn baan in de geestelijke gezondheidszorg op te zeggen. En mijn eigen onderneming te starten als social media marketeer, social media manager voor bedrijven. En dat ging supergoed, alleen miste ik heel erg collega's. Dus toen ben ik na een jaar of anderhalf jaar begonnen bij een distributeur en leverancier in tapijt en vinyl. Als social media marketeer en inmiddels ook een stukje grafische vormgeving. Superleuke baan, superleuke collega's. Maar helaas nu niet meer te combineren met mijn leven. Niet met de video's, niet met Stef die altijd weg is of altijd veel weg is. En ik dus die dus veel alleen ervoor staan met de kinderen en video's maken kan ik gewoon doen in mijn eigen tijd, op mijn eigen momenten. En het gaat gewoon veel meer rust geven. Heel jammer dat ik daar weg ga, maar voor mij en mijn gezin gewoon een veel betere keuze. Ik kreeg ook van meerdere mensen de vraag waarom ik ben gaan vloggen, hoe dat idee is ontstaan. Nou, ik was denk ik de allereerste meid die überhaupt ooit vlogs keek. Dat is echt al jaren en jaren geleden. Toen waren er letterlijk 10 Amerikaanse vloggers en ik keek alles en ik was vanaf dag 1 obsessed. Gewoon real life, het normale, ik vind het veel leuker dan series of wat dan ook. In mijn eerste huis had ik zelfs niet eens een tv omdat ik alleen maar YouTube keek. Het is geen leugen, het is echt waar. Dus toen ik ben gaan delen over mijn postnatale depressie had ik eigenlijk alles al online laten zien. Maar goed, op een gegeven moment dan kom je over zo'n depressie heen. Maar toen had ik dus al wel best wel een grote... Nou, ik had een following. Hier niet echt hoor. Op YouTube had ik iets van 800 abonnees of zo. Maar goed, op Instagram wel meer. En toen ben ik TikTok daarbij gaan doen. In oktober 2022 besloot ik, oké, vanaf nu ga ik elke dag een TikTok uploaden. Dat heb ik een jaar volgehouden. Ik heb echt toen maar dat hele jaar 10 dagen gemist of zo. Dus dat ging toen redelijk snel groeien en toen besloot ik vorig zomer, oké, vanaf nu ga ik ook iedere week een weekvlog uploaden op YouTube om te kijken wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk absurd geweest. Ik stond toen op 836 abonnees en nu zitten we gewoon bijna op de 20k. Dus ja, vloggen. Ik vind video's maken, iets met video weergeven, gewoon het mooiste wat er is. Ik vind het stukje creativiteit wat ermee gepaard gaat, het editen, het filmen. Dit is oprecht, video's maken is oprecht mijn passie. Nou ben ik ook een heel creatief persoon en dat kan ik ook echt kwijt in een stukje video's maken. Dus ja, ik heb gewoon echt liefde voor dit. Ik vind dit echt heel erg leuk om te doen. Wat sommige mensen misschien niet begrijpen, maar ja, het is wat het is.
Iemand vroeg ook, heb je wel eens last van de moedermafia? Breekt me de bek niet open. Ik heb dagelijks last van de moedermafia. Dat is echt het bijkomende nadeel als je online gaat delen. Want iedereen vindt ineens wat van je. En wat in mijn geval de meest voorkomende moedermafia comments zijn, is te veel suikers of te veel ongezond eten voor mijn kinderen en schermtijd. En ja, ik ben daar vrij nuchter in. Ik denk dan, zolang ze hun groente en fruit ook goed eten, ze poetsen goed tanden, ze kunnen zich ook nog naast een iPad heel goed zelf vermaken met ander speelgoed. Ja, weet je, ik ben dan meer kaliber, doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Ook, ik zit het ook gewoon op te nemen met een vlek op mijn shirt, zie ik nu. Sorry, not sorry, ik kan er niks aan doen. Het zit er al op. Ja, ik ben daar gewoon vrij nuchter in. En wat ik denk de belangrijkste leerschool vind, die ik aan mijn postnatale depressie heb overgehouden, is ik leef voor mezelf en voor mijn eigen gezin. En daar gaan heel veel mensen wat van vinden, maar uiteindelijk draait het om ons geluk. En ik denk dat dat een leerschool is die iedereen die dat soort negatieve comments achterlaat zou moeten leren. Leef en laat leven. Laat een ander gewoon lekker in zijn waarde. Ik doe het zo omdat ik denk dat dit voor mijn kinderen de beste opvoeding is. En ik weet hoe mijn kinderen werken. En jij doet het misschien anders omdat jij merkt dat voor jouw kinderen iets anders werkt. Of omdat je andere visie hebt op voeding of wat dan ook. Mij hoor je niet. Prima. Iedereen leidt zijn eigen leven. En deze persoon die de vraag stelde, die zei ook, heb je ook nog tips of adviezen daarvoor? Probeer jezelf gewoon voor te houden dat jij doet wat jij denkt dat goed is voor jouw kinderen. Als jij achter jouw keuze staat, dan mag een ander daar, hoeft een ander daar niks van te vinden. Dus laat dat los. En dat zeg ik heel makkelijk, maar dat loslaten is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Daar weet ik ook alles van. Over gelukkig zijn gesproken. Dit huis komt bij mijn tweede belangrijke grote mededeling, jongens. Hopelijk kijken jullie nog steeds. Dit huis. Wij hebben de afgelopen tijd heel veel, nou niet de afgelopen tijd, we hebben twee jaar terug heel veel huizen bezichtigd. Want ja, dit huis is misschien wel wat klein. Willen we niet wat groter? We kunnen wat meer. Weet je wel, als we zien vrienden om ons heen, dat soort stappen maken. Dus we gingen huizen bezichtigen. Maar elke keer kwamen we hier terug. Ja, dit plekje. We zitten hier natuurlijk praktisch aan het water. En we hebben dit in 2017 voor een hele gunstige prijs gekocht. Dus wij hebben besloten dat wij niet gaan verhuizen, maar onze hele woning wordt verbouwd. En ik ga jullie meenemen. Na de bouwvak, dit zomer, wordt er gestart. Er gaat echt heel erg veel gebeuren, jongens. De keuken komt op een andere plek. En dit is dus ook waarom ik de afgelopen vlogs elke keer zei, ja, we hebben wat gedaan. Ik kan er nog niks over zeggen. Echt super irritant. Maar ik heb bijvoorbeeld een keuken uitgezocht. Ik heb een schuifpui uitgezocht. Weet je, dat soort dingen, dat soort afspraken hadden we staan. We moesten naar de boekhouder. We moesten naar de hypotheekadviseur. We moesten naar de bank, naar de notaris. Heel veel geregeld. Stef is natuurlijk ondernemer. Nou, ga maar eens een hypotheek regelen als ondernemer. Dat is echt, echt een pain in the ass. Maar dat is allemaal gelukt. Dus, ons hele huis gaat op de schop. Ik krijg een prachtige, mooie, grote keuken. En ik heb er zoveel zin in. Niet alleen het huis, ook de tuin. De voorkant wordt zelfs opnieuw gevoegd. Er komt een nieuwe voordeur. Alle radiatoren gaan eruit. Ja, ik kan niet opnoemen wat we allemaal gaan doen. Maar wel dat ik jullie mee ga nemen en dat ik er heel erg veel zin in heb. Ja, nog even vanaf de iPhone, ander kwaliteitje, maar ik vergeet iets heel belangrijks te melden, namelijk de kippen. Ja, mensen vroegen naar de kippen, maar dit is waarom de kippen er nog niet zijn, jongens. Want we krijgen ook een nieuwe schuur met daarachter een groot kippenhok. En anders moesten we die kippen verkassen. Moet je nagaan hoe lang dit al speelt, hè? Hoe lang we hiermee bezig zijn. Maar vanuit daar zijn de kippen er nog niet. De kippen komen wel als de nieuwe schuur er is. Maar goed, ik ga jullie meenemen in dat hele proces. Even een kleine update, even nog een kleine toevoeging. Ik vond dit belangrijk. Ik kreeg vragen over de kippen. Dit is de meest prangende vraag onder jullie abonnees. Komt er een derde kindje? Ik kan hier kort maar krachtig over zijn. Nee, er komt geen derde kindje. Sterker nog, het is niet eens meer mogelijk. Stef heeft daar al wat aan laten doen. Als het aan mij had gelegen, dan had ik er misschien wel voor opengestaan. Maar Stef vond eigenlijk één kindje wel voldoende. Ik wist gewoon zeker dat ik er sowieso twee wou. Zeker omdat hij zoveel weg is en ik anders constant de kliniekclown zou zijn voor Nout. Dus ik wou gewoon dat Nout een kameraadje had, een vriendje of een vriendinnetje, zeg maar. Maar ik snap Stef's overweging ook wel, want ja, die eerste kraamperiode was natuurlijk helemaal niet zo leuk met die postnatale depressie. En die had ik wel heel erg sterk.
We hebben één gezond kind. Daar mogen we echt mee in onze handjes knijpen. Ik hoef geen derde kindje. Ik ben heel blij dat ik twee gezonde, blije, sterke jongens heb. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik ben ook heel erg blij dat we de babyfase achter ons hebben liggen. En ik merk gewoon dat ik in een fase kom waarin het hebben van kinderen vooral steeds meer leuk wordt in plaats van zwaar en moeilijk. En ja, heel eerlijk, ik moet er ook niet echt meer aan denken om nu nog weer een kleine, echt een kleintje te hebben. Al vind ik het natuurlijk super schattig als vriendinnen baby's hebben en dan wil ik heel graag knuffelen en dan krijg ik ook echt wel weer klapperende eierstokken. Maar voor ons is dit helemaal goed, helemaal prima. Hoe Stef en ik elkaar kennen en hoe onze relatie is ontstaan. Nou, Stef en ik kennen elkaar van de middelbare school. Maar dan is het met kennen ook wel alles gezegd, zeg maar. We wisten elkaars naam en dat was het dan ook. Hij zat op dat moment in een relatie en ik ook. En wij zijn elkaar jaren later tegengekomen op, jawel, Tinder. En op dat moment waren we echt heel erg verliefd. Maar onze levens waren ook heel erg verschillend. Dus dat was in het begin echt wel even zoeken van, oké, gaan wij wel werken nu, zeg maar. Maar daar waren we eigenlijk ook allebei wel van overtuigd dat dat, ja, ik weet niet. Stef zei ook nog heel vroeg, jij wordt de moeder van mijn kinderen, zeg maar. Dus ja, wij hadden wel vrij snel duidelijk, oké, we gaan dit samen doen. En dat is bijna 10 jaar geleden. 14 augustus dit jaar zijn wij 10 jaar samen. Dus dat is echt al heel erg lang. We zijn toen in 2014 bij elkaar gekomen. En toen had ik al een huisje. Nou, daar kwam Stef al vrij snel bij in. Maar toen moesten we daar ook weer uit, want we kochten een hondje, Macho, maar die woont nu bij mijn ouders. Toen zijn we naar een appartement gegaan in Staphorst, want daar mocht Macho wel wonen. En toen in 2017 hebben we dit huidige huis gekocht in een gouden tijd. Echt gouden tijd. Als je hoort met onze hypotheek is, lach je echt zo hard. Dus ja, heel chill. En ik zag ook een aantal keer de vraag, vind je het niet lastig dat Stef zoveel weg is? En wat het effect daarvan is op ons, op onze relatie? Ja, wat vind ik daarvan? Weet je, hij gaat zijn dromen achterna en wat Stef aan het doen is, Stef zit echt in de topsport. Die is trainer, coach in de topsport, in de motorsport voornamelijk. Motocross, motorrace, maar die heeft echt jongens onder zich, waar hij al 10 jaar mee traint en die nu op het punt zijn dat ze aan de top zijn, zeg maar die als kinderen al gestart zijn bij Stef. Dus het is natuurlijk echt, ja, fenomenaal wat hij aan het doen is. En ik, het zou heel egoïstisch van mij zijn om te zeggen, ik wil niet dat jij je dromen achterna gaat, want dat is lastig voor ons gezin. Nee. We hebben nu gelukkig deze keuze kunnen maken dat er meer rust komt in het gezin. Doordat ik niet meer ga werken, alleen maar video's ga maken. Wat trouwens ook gewoon een volledige baan is. Nou weet ik niet zo goed meer waar ik gebleven ben. Maar weet je, ik gun hem zijn droom en ik gun hem ook zijn passies. En hij is die weekenden dan misschien veel weg. Maar hij brengt bijvoorbeeld de kinderen bijna wel elke dag door de week naar school. En hij probeert er ook heel vaak te zijn als ze 's avonds naar bed gaan. Maar ik weet ook, het is sowieso 1 vaste avond in de week dat hij er niet is. Weet je, dat is zo. En ik denk dat andere mannen, andere vaders misschien 's ochtends niet thuis zijn. En omdat ze al vroeg naar het werk gaan en dus niet het moment hebben dat ze hun kind naar school brengen. Nou, dat doet Stef dan wel. En weet je, zo is het bij ons anders. Maar ja, hebben we nog wel de tijd met elkaar als gezin, zeg maar. Maar één, dat het hard werk is, dat kan ik niet ontkennen. Het is natuurlijk wel zwaar, 2 kleine kinderen en zoveel alleen zijn. Maar ja, ook die fase gaat voorbij. Oh ja, hebben wij ook trouwplannen? Nou ja, wij hebben zeker trouwplannen. Althans, we hebben nu een geregistreerd partnerschap voor de kinderen. Toen die geboren werden, dat was toen makkelijk om te doen. Dus dat hebben we gedaan. Maar wel met het idee van, oh, dan behouden we de mogelijkheid om te trouwen. Ik kan niet zeggen dat dat nu aan de orde is of dat we het daarover hebben of weet je, we hebben nu de focus op dat huis moet verbouwd, dat willen we graag fixen, zeg maar. En verder, ja, ik zou het wel leuk vinden om te trouwen als de kinderen iets groter zijn, dat ze het ook echt bewust meemaken. Maar weet je hoe duur trouwen is? Ik vind dat echt belachelijk. 10k, 15k voor een bruiloft, daar koop ik liever een mooie boot van, zeg maar.
weet niet. Ergens vind ik het ook geldverspilling. Anderzijds, zo'n dikke party. Ja, dat vind ik wel cool. En ik heb wel altijd gezegd, er komt een dag dat ik in een trouwjurk ga. Dat is wel ergens ook een droom. Maar ik geloof niet dat bij een traditionele bruiloft dat bij ons past. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat het wel op zijn Steffi Pempers gaat, net even anders. Bij ons het leven loopt altijd net alles even anders. Wat heel gezellig is, maar voor sommige mensen ook. Ja, sommige mensen snappen dat ook niet. En dat maakt ook niet uit. Iedereen leeft zijn eigen leven en dat is helemaal prima. Dit vond ik ook zo'n leuke vraag. Er vroeg iemand, als je een dag volledig zelf in mocht vullen, wat zou je dan doen? Nou, ik zou sowieso ook echt helemaal alleen willen zijn dan. Ook niet hier thuis, want hier thuis ga je gewoon dingen doen. Ik zou gewoon lekker weggaan. Weet ik veel. Misschien wel naar Ibiza of zo, ergens lekker warm, zeg maar. Ik zou weggaan en ik zou een bak met sushi bestellen. En ik zou een hele lekkere fles Pinot Grigio halen. En verder zou ik denk alleen maar een beetje YouTube kijken, een beetje chillen. Misschien eens een boek lezen. Ah, nee, dat is overdreven. Ik ga geen boek lezen. Ik ben echt geen lezer. Maar ik zou echt genieten van de rust, zeg maar. Ja, want ik kan mezelf dus ook echt prima vermaken. Ik ben echt een Einzelganger. Ben ik ook altijd geweest. Ik heb heel veel leuke vriendinnen hoor. Maar ik kan mezelf gewoon heel goed vermaken. En dat had ik als kind al. Zat ik uren op mijn slaapkamer kantoortje te spelen of met de Barbies te spelen, weet ik veel wat ik allemaal deed. En dat heb ik nu nog steeds. Dus ja, ik zou zo'n dag prima alleen in kunnen vullen. Ja, sushi, wijn. Oh ja, dat zou ik ook doen. Een massage. Ja jongens, ik heb nog een beetje was, maar ik wil ook niet dat het een ellendig lange video wordt. Ik denk dat ik de belangrijkste dingen heb gezegd en de belangrijkste vragen heb beantwoord. En jullie mij dus een beetje beter hebben leren kennen. Ik denk dat het een eens en nooit weer ding is. Ik vind het toch een beetje awkward zo over jezelf vertellen. Deze spreekbeurt gaat over mijzelf. Voelt een beetje raar. Maar goed, ik snap ook wel, ik deel natuurlijk niet heel veel privé dingen, meer algemene dingen. Dus ik snap ook wel dat jullie misschien vragen hebben daarin. Maar goed, de belangrijkste updates. Er komen meer video's, want ik heb straks meer tijd. Ons huis wordt verbouwd van voor naar achter. En ik ga jullie meenemen. En als laatste, er komt geen derde kindje. Want dat was jullie belangrijkste. Dat was jullie hamvraag. Mag ik nog een vraag aan jullie stellen? Als je nog steeds kijkt tenminste. Als je het nog zo ver vol hebt kunnen houden. Mag ik nog een vraag aan jou stellen? Wat vind jij nou kenmerkend voor een zeg maar fem video? Wat maakt dat je hem elke week kijkt? Wat vind je het leukste? Ja, wat vind je het leukst? Ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. Drop even een comment. Waarom kijk je de zeg maar fem video's? Wat vind je het leukste aan de zeg maar fem video's? En wat zou je straks willen zien als ik meer tijd heb om te filmen en leuke video's voor jullie te maken? Jongens, ik ben erdoor. De was is gevouwen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer weer.